Oké, de vragen. Vrij naar Proust. Even kijken. Erg aantrekkelijk om iets uit het midden te trekken. Vraag. Wat is je favoriete karaktereigenschap? Wat is ook alweer een goede vertaling voor het woord kindness? Ja, vriendelijkheid. Ik hou enorm van als mensen aardig zijn. Gewoon aardig. Gewoon good people. Een hele aardige mens. Dus aardig, ja. Kindness vind ik mooi. Wat is jouw idee van ellende? Kijk, daar gaan we al. Mijn idee van ellende, ik denk dat dat volgens mij ieders idee wel is. Dat is armoede. Armoede is het allerergste op de aarde. Wat is je favoriete bezigheid? Ja, behalve dan dat de obvious eten, reizen, vrije schrijven. Ik denk mijn favoriete bezigheid, omdat ik het meeste doe als ik in gezelschap ben, dat is kletsen en ouwe hoeren. Ik vrees dat dat mijn favoriete bezigheid is en mijn vrienden zullen het beamen. Als je een aantal maanden, ik heb een hele contemporaine vraag, als je een aantal maanden in quarantaine zou moeten, wat neem je dan mee? Maximaal 3 dingen. Laten we er even van uitgaan dat je water hebt en riolering en een gevulde ijskast. 3 dingen. Ik denk iets te schrijven, iets te spelen. En als de quarantaine echt heel ingewikkeld wordt en heel lang duurt, misschien een stuk touw. En dat is enough said. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Kijk, ik schrijf mijn boeken om allerlei redenen. En een van die redenen is omdat ik op zoek ben naar schoonheid in de taal. Ik wil het ook echt mooi maken. Dat het er ook dus werkelijk mooi uitziet op de bladspiegel. Omdat het mooi klinkt en dat de organisatie van mijn zinnen mooi is. Dus ik denk de enige reden, rechtvaardige reden die ik me even kan verzinnen is dat je dan even uit de rat race stapt en je een paar minuten bezig mag houden met schoonheid. Met je nieuwe boek AD heb je gekozen voor een historische roman. Waarom heb je dat gedaan en waarom op duidelijk afgebakende locaties als een schip en een eiland? Ik denk, ja, ik hou heel erg van de afbakening, van de strenge begrenzingen waarbinnen ik dan volledig vrij kan zijn. Ik denk dat ik het nu ook weer heb gedaan en zelfs feller dan de andere keren. Dat ik echt dacht, ja, schip en een eiland, dan heb ik daar in ieder geval al iets ferms omheen. Dat geeft mij de ruimte om op dat eiland, op dat schip, in die microcosmos volledig los te gaan. Waarom wilde je dit boek schrijven? Ik was in 2014 was ik in de Verenigde Staten. En dan was ik in Jamestown. Oftewel, ze zijn daar nu de plek waar de Engelsen voor het eerst zijn geland. Nu zo'n ruim 400 jaar geleden. Die zijn ze een beetje aan het heropbouwen. En dat wordt natuurlijk zo'n heel Disney-achtig dorp. Maar als ik daar dan stond en ik zag hoe houtje touwtje alles was. Er komt zo'n schip aan. Het is maanden onderweg en dat komt daar. En er is geen eten. En ze hebben bemoeite met de mensen die daar al wonen. En op een gegeven moment beginnen ze elkaar op te eten. Die settlers, die kolonialen, je krijgt niet het gevoel dat het ze ooit gaat lukken. Maar, lo and behold, je gaat 100 jaar verder, 200 jaar verder, 300 jaar verder. En ze zijn the boss of it all. Ze hebben iedereen vermoord en onderdrukt. En dat geeft me toen enorm aan om daar te staan, op die plek waar het begon voor Noord-Amerika. En ik dacht van, ja, waarom doet me dit zoveel? En daar bleef ik over nadenken. En het was uiteraard heel obvious, omdat ik zelf kom uit zo'n geschiedenis. Uit zo'n geschiedenis dat die rare Hollanders honderden jaren geleden daar kwamen. En eigenlijk, ja, het was allemaal houtje touwtje in feite. Maar ja, loop een paar honderd jaar verder en ze zijn the boss of it all. En wat me ook enorm aangreep, was het idee van aliens. Als je een film hebt als War of the Worlds, aliens komen, wat gebeurt er? Ze maken de mensen hier op aarde tot slaven en ze stelen je grondstoffen. Nou, wat hebben de koloniale mogendheden gedaan? Ze maken je tot slaaf en ze stelen je grondstoffen. Dus wij, de Nederlanders, de Engelsen, wij waren de aliens. En toen dat op een gegeven moment aan elkaar begon te zitten, dacht ik, ja, er is nu dit, hier ga ik de komende 5, 6, 7 jaar aan werken. Oeh.
voor mij zijn boeken grote happen tijd. Dus ik heb werkelijk geleefd en een weerslag van dat leven heb ik proberen te vangen in dit boek. Dus het is heel persoonlijk en altijd ontroerend als ik mijn boeken in handen heb en ze zijn nog zo vers.